Ja, prima paas, zeg. Ze storen goed. Door die pressing hebben ze het balbezit over. Nu! De bal komt op zijn hoofd. Kom op! Ja! Je zag dat hij erin zat. Ze vechten om de bal. De bal belandt bij een medespeler. Ja, en nu? Hij is er bijna. Hij zit op een moment om geluid te maken. Hij hield de bal laag en schoot hem achter in het net. De keeper had geen schijn van kans. Goed gedaan, aannemen en schieten. Kiest weer voor een aanval op de vleugel. Ligt daar dan de ruimte? Oh, wat een wilde actie van die verdediger. Schweinsteiger. Strakke voorzet. Dit loopt lekker. De bedoeling was duidelijk, maar de paas is doorzien. Dat is hem. Wordt dit een doelpunt? Hij blokt de bal. De keeper hoeft er niet aan te komen. Gaat hij het redden? Kijken wat ze nu voor de kompassen geblazen, want hij schiet ze er makkelijk in. En neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Fantastisch! Ja! De verwachting is dat Bayern München hier een glorieuze overwinning gaat behalen. En ja, daar kan ik wel in komen. Met de kop! Juist! Dat is een hoekschop. De scheidsrechter fluit. Een schot. Er staat een verdediger in de baan van het schot. Er komt een hoekschop voor Bayern München. Ze zijn gewoon niet tegen hem opgewassen. En dan gaat de vierde lat in, dat doe je als keeper niet. Staat er goed voor. Overtreding gezien door de scheidsrechter. Dat is het. Goed gezien hoor. En het schot. Nou, de bal die flink van. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Wat gaat hij doen met die bal? Het gevaar is geweken en ze kunnen weer normaal adem halen. Bal over de achterlijn, hoekschop dus. De bal is voorgezet, maar er is geen medespeler in de buurt. Hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen. Oh. Ineens genomen. Bayern München mag een corner nemen. Met deze wissel hoopt de coach natuurlijk het overwicht te behouden en dus rustig de wedstrijd uitspelen. Dat is het devies. Deze corner komt niet eens bij een medespeler. Wat een gevoel. Ja, je kunt het proberen voor zo'n afstand. Uitstekend. Dit wordt menens. Hij moest en zou die bal tegenhouden. De doelman is Sneijder. Dit loopt lekker. Aanval gestuit. Ja, en kijk nou, tenminste. Het is misschien wel hun laatste echte kans. Wat zou hier nu de bedoeling van zijn? De coach.
Een schot. Heel hard geschoten, maar de keeper heeft hem. Via deze hoekschop kunnen ze nu gelijk maken. Misschien is dit de laatste echte kans die ze nog over hebben. Ja, prima tackle hoor. Nu de... Dat was het einde van de wedstrijd. De stand is 2-1. Het weer lijkt weinig invloed op de wedstrijd te hebben gehad, Jori. Nou, ze krijgen een flink pak slaag. Het zit er weer op voor vandaag. Bedankt voor het kijken.